Als ik zou mogen kiezen, dan Frank Groothoff. Die man, ik heb hem één keer meegemaakt dat hij eigenlijk te laat kwam. En hij ging staan, gaf de kinderen een hand en hij begon zijn verhaal. En het was er, alles, het hele decor, het geluid, terwijl hij stond er in zijn kloffie gewoon nog. Maar dat vind ik knap, met alleen zijn verbeeldingskracht. Nou, ik zou om te beginnen naar Oostpool gaan, omdat ik daar, die kwamen hier vorig jaar ook. En die hebben hier ook gerepeteerd en de voorstelling zeg maar een beetje in elkaar gezet. En toen heb ik ook bij de repetities gekeken. En nou, dat vond ik heel leuk, om te kijken wat de regisseur zei tegen de actrices en de acteurs en hoe ze het beter maakten. En dan zag ik ook uiteindelijk in de voorstelling terug wat ze zeg maar veranderd hadden nog. En nou ja, ik hou zelf ook heel veel van toneelspelen, dus dat vond ik heel interessant om te zien. Als ik zou mogen kiezen, zou ik dit jaar naar de Soweto Gospel Choir gaan. Het gevoel van Zuid-Afrika, gospelmuziek, je kunt er niet stil bij blijven zitten. De andere is Labs, humor, gewoon relativeren, prachtig, scherp en heel snel. Daar hou ik echt van, dus ik ga ervan genieten. Spinvis, ja, dat is voor mij een iemand die een oorspronkelijkheid heeft, een eigenheid en daarmee naar buiten treedt. En op wat voor manier, ja, ik vind het fantastisch dat dat gewaardeerd wordt. Dus laat maar komen en ik zit in die zaal. Verder zou ik denk ik de Wereldband kiezen, omdat ik daar ook een keer een optreden van heb gezien. En het was zo vrolijk en gek en allemaal instrumenten en eigenlijk voor alle leeftijden leuk. Dus ja, dat zou ik ook zeker doen. Ja, waar gaan we verder nog heen? Ja. Crazy Pianos. Crazy Pianos. Dat is een geweldige bar in Scheveningen waar altijd vier muzikanten optreden met pianos om live muziek. Echt één groot feest, dus dat is echt een top aanrader. Niet in de Hanshof te zien, maar ergens anders in de stad, in Luxor. Wat is iets wat ik misschien nog wel leuker vind, ook omdat ik zelf probeer aanstormend cabarettalent te zijn, is een serie met jonge cabaretiers die wij nog niet allemaal kennen, die te zien is in Luxor. En daar wil ik jullie ook graag op wijzen, omdat het ook dit theaterseizoen te zien is in Zutphen.